Een bijzonder moment in het Grachtenhuis in Amsterdam. Dames en heren, een historisch moment. Daar is maandag het eerste grachtengordelvijfje geslagen. Wethouder Carolien Gerels had de eer om de eerste slag van deze munt in goud te verrichten op nostalgische wijze. Het is vandaag in het Grachtenhuis dat wij gemeend hebben deze eerste slag te doen. Wat is mooier in deze locatie dan het op de traditionele wijze te doen, die toen ook gebezigd werd toen dit huis hier neer werd gezet. En dat was toch met een hamer, een aanbeeld en stempels een grote slag geven. En dan heb je de munt geslagen letterlijk. Het was heel mooi en bijzonder om de eerste munt te slaan, omdat het gaat over Amsterdam in de wereld. De Grachtengordel is een van de bekendste werelderfgoedlocaties van Nederland. Volgend jaar bestaan de Amsterdamse grachten 400 jaar. Het is het mooiste wat we hebben in Nederland, afgezien dan van die molens. Eigenlijk is het heel bijzonder dat we kunnen leven op zo'n mooie manier in iets wat 700 jaar geleden een moeras was. Dat is toch iets om af en toe bij stil te staan. Ik woon ook aan een gracht en de herinneringen zijn dus ook zeer recent. Maar een van de betere vind ik altijd het schaatsrijden op de grachten. Dat vind ik prachtig. Dat doe je het zelf ook? Niet meer, maar ik heb de 96 nog wel gedaan. De Amsterdamse grachtengordel is zo bijzonder. Amsterdam wordt niet voor niets het Venetië van het Noorden genoemd. Dus het heeft iets romantisch. Het heeft iets met bedrijvigheid, want de grachten zijn ooit gemaakt ook met name vanwege het transport. En het heeft een enorme aantrekkingskracht. Het van hand op hand gaan van de munt is natuurlijk prachtig. Daarmee wordt de grachtengordel ook van iedereen, stukje bij beetje van iedereen. En dat is natuurlijk ook waar de grachtengordel voor staat. Het grachtengordel vijfje is vanaf dinsdag verkrijgbaar.